De regering gaat het volk niet in de steek laten, liet president Chandrika Prasad Santokhi gisteren weten in de Nationale Assemblée. De regering is vastberaden om de kwetsbare groepen, zoals mensen met een beperking, zwakke huishoudens en 60-plussers, te beschermen. Het staatshoofd geeft aan dat de regering de bedragen van de sociale tegemoetkomingen zal blijven verhogen totdat er genoeg ademruimte is. Voldoende koopkracht is in de samenleving. En if you know lobbying, then enough lobbying. Maar we gaan het doen. Als regering. Meneer voorzitter. Meneer voorzitter, we hebben dit bereikt. Met goed overleg. Goede onderhandeling met de vakbonden. En de vakbondsleiders. En de vakbondsleiders, meneer voorzitter, hebben leiderschap getoond. Ze hebben ook getoond dat oplossingen slechts komen. En met name duurzame oplossingen. Middels dialoog, overleg en niet op straat te gaan vernietigen zoals bepaalde politieke partijen dat aanmoedigen, meneer voorzitter. Dat is niet wat zij willen. En we hebben overleg bereikt, maar aan de andere kant heb ik ook tijdens het overleg met de vakbondsleiders gezegd, wij respecteren de vakbondsrechten. Wij respecteren ook demonstraties en acties als ze maar plaatsvinden zoals ILO-verdrag dat aangeeft, zoals dat ons grondwet dat aangeeft. Verder gaf de president aan dat het sociaal programma zal worden aangevuld met externe deskundigen. Het programma zal tegelijkertijd verruimd worden naar alle aspecten die te maken hebben met het sociaal programma. Maar zoals ook sociale woningbouw, ondersteunen van studenten, want ook dat wordt goed onderzocht, hoe wij studenten kunnen ondersteunen financieel, zodat zij ook een goede ademruimte hebben en hun ouders ook een goede ademruimte krijgen. En dat kinderen door blijven studeren en dat kinderen niet afhaken vanwege financiële problemen. Maar ook zaken die met telesuur en onderwijs uitgewerkt worden, van gratis wifi op de scholen, de lounges binnenkort, meneer voorzitter. Maar zaken die te maken hebben met gratis transport. Niet alleen gratis transport met schoolbussen, maar het moet zijn gratis transport voor schoolkinderen. En dat moet goed geregeld worden. Ook buiten schoolbussen moet dat goed geregeld worden. En die dingen gaan ook allemaal vallen onder het sociaal programma. Maar ook zaken die te maken hebben met babyvoeding. Alles zal een centrale coördinatie en centrale aansturing hebben. De president benadrukte ook dat er programma's zullen komen voor goedkope voeding. Het uiteindelijke doel van deze projecten is dat het beter gaat in het land, volgens de president.